Wat is hier nou? Nou, gisteren is het begonnen met de voetbalwedstrijden op de terreinen van de voetbalvereniging Oenen. Al jaren een succesnummer. En er waren jeugdstrijd om een Pool A en Pool B beker. En er was gisteren ook onder een stralend hemeldek schitterend weer gehad met heel veel deelname. En gisteravond was dus Oenen Got Talent en de muziekbingo in de tent aan de Kerkweg. En daar hadden we gisteravond ook heel veel bezoekers. En daar zijn we gewoon ontzettend blij mee. We hebben 2 jaar stilgestaan in verband met corona-pandemie. En ik heb ook gezegd in de weekbladen, in de dagbladen. We gaan volop vooruit. We gaan niet terugkijken naar wat er geweest is. Blik richting op de toekomst. En met volle vaart vooruit komt de Oenen Groenvis-krant. Die daar in de kraam te koop is. En ja, Lucie Holder is even hierop. Ja, Oenen Groenvis. We gaan volop vooruit. Ja, volop vooruit met Oenen Groenvis. Dus, en dit jaar voor de 165ste keer. We hebben er 2 jaar op moeten wachten. Maar de 165ste Oenen Groenvis vandaag. Met schitterend weer. En dan wil ik nu het woord geven aan onze lokale burgemeester. Maarten Heren van de gemeente Epe. Dankjewel, Teunie. Ja, om te beginnen, ik vind het een eer om hier als lokaal burgemeester het 165ste Oenen Groenvis te mogen openen straks. Een hele bijzondere geschiedenis. Ik heb gehoord dat het van oorsprong de gemeentelijke vee- en paardenmarkt was. En is nu uitgegroeid met 165 jaar tot een prachtig evenement. Verbindend voor jong en oud. Dus we steunen dit als gemeente van harte. Het is een hele bijzondere gelegenheid hier. Ik wil ook bijzonder veel waardering vanuit de gemeente, misschien wel namens ons allemaal, uitspreken voor het bestuur. En al die vrijwilligers, meer dan 100 vrijwilligers die dit ieder jaar weer mogelijk maken. Dus misschien wel eventjes een applausje voor jullie zelf en elkaar nu. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Mooi dat de weergoden meespelen en dat we gewoon hier mogen gaan genieten. Dus ik wens iedereen zo meteen een heerlijk vervolg van een prachtig 165ste Oenen Groenvis. En dan gaan we nu naar de vlag toe. Bij deze zit er weer heel goed in. En met name in het beengebruik is deze dan. 201 heeft het vooruit nog net even ietsje langer dan 202 misschien. Stay friendly.